Het woord van God zet ons vandaag stil bij Jesaja 36. Sanherib bedreigt Jeruzalem. Dat staat ook boven de tekst. Inleiding. Met Jesaja 36 begint een geschiedkundig gedeelte waar ook de hoofdstukken 37 tot en met 39 bij horen. Jesaja wordt geconfronteerd met een ernstige bedreiging van binnenvallende Assyriërs, die zelfs Jeruzalem onder de voet dreigen te lopen. Deze bedreiging wordt uiteindelijk afgewend door ingrijpen van God zelf. Dit is ook beschreven in 2 Koningen 18 vers 13 tot en met 2 Koningen 20 vers 19 en ook in 2 Kronieken 30. In het 14e jaar van koning Hiskia, 732 voor Christus, trokken de strijdkrachten van koning Sanherib westwaarts en namen Sidon, Achzib, Akko en andere steden aan de Fenicische kust in. Vervolgens trok het Assyrische leger zuidwaarts, over Moab, Edom, Asdod en andere koninkrijken, wordt bericht dat ze onder de dreiging van de opmars van het Assyrische leger schatting betaalden om hun onderworpenheid te tonen. Volgens 2 Koningen 18 vers 13 veroverde het Assyrische leger op zijn tocht naar het zuiden ook steden in Juda. De capitulatie van Edom en Moab en de trage opmars van het Egyptische leger, waar Hiskia kennelijk op vertrouwde, deed het ergste voor Juda vrezen. Koning Hiskia stuurde daarop afgezanten naar koning Sanherib om te proberen vrede te sluiten. 2 Koningen 18 vers 14. Deze eiste 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Dat was een enorme som geld. Hiskia nam daarvoor alle goud en zilver uit de tempel en de koninklijke schatkamer. 2 Koningen 18 vers 15 en 16. Maar Sanherib sloot geen vrede, maar stuurde een hoge dienaar, de Rabsakeh, met een deel van zijn leger en sloeg het beleg voor Jeruzalem. Vers 2. Om over na te denken 1. Hiskia, waarvan gezegd wordt in 2 Koningen 18 vers 5 tot en met 8, dat hij op God vertrouwde, zodat er na hem zijns gelijken niet was, zwicht toch in 2 Koningen 18 voor de eisen van de Assyrische koning en is bang. In Jesaja 37 bemoedigt Jesaja de koning, want Hiskia kan weer bidden. Jesaja 37 vers 20. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u de Heere bent, u alleen. Geldt dit alleen voor gelovigen of worden ongelovigen ook wel eens bemoedigd? Lezen Jesaja 36 vers 1 en 2. Sanherib, de koning van Assyrië, bedreigt Juda en haar koning. In het 14e jaar van koning Hiskia gebeurde het dat Sanherib, de koning van Assyrië, optrok tegen alle versterkte steden van Juda en ze innam. De koning van Assyrië zond de commandant van Lachish naar Jeruzalem, naar koning Hiskia, met een sterke legermacht. Hij stelde zich op bij de waterloop van de Bovenvijver, op de hoofdweg naar het Blekersveld. Na de dood van de Assyrische koning Sargon II in 705 voor Christus werd deze opgevolgd door koning Sanherib. De troonswisseling leidde aanvankelijk tot opstanden in het wereldrijk. Ook Hiskia onttrok zich aan de invloed van Assyrië en zocht steun bij Egypte, vers 9. In Egypte was eveneens een nieuwe heerser aan het bewind gekomen, farao Shebbiktu. Deze besloot gebruik te maken van de onrust in het Assyrische Rijk en zond Taharqa, zijn broer, met een leger naar het noorden om koning Hiskia te helpen in zijn strijd tegen de Assyriërs. Maar het Egyptische leger werd in 701 voor Christus door koning Sanherib verslagen. Daarmee verloor koning Hiskia zijn enige bondgenoot en stond hij alleen tegenover het machtige Assyrië.
De Heere liet toe dat Sanherib een groot deel van Juda bezette. De ene vesting na de andere viel. De Assyriërs hielden vreselijk huis in Juda. Jesaja 37, vers 26b. Nu heb ik het doen komen. U bent erom de versterkte steden tot puinhopen te verwoesten. Toen overal in het land de Assyriërs verschenen, begon Hiskia toch bang te worden dat Jeruzalem ook ingenomen zou worden. Toen in plaats van tot de Heere de toevlucht te nemen, onderwierp hij zich aan Sanherib. Zeg maar wat ik betalen moet, zei hij. Ik zal alles doen als u uit mijn land vertrekken wilt. Sanherib legde Hiskia een zware schatting op. Hiskia moest zoveel zilver en goud betalen dat hij alle schatten uit de tempel en zijn paleis moest halen om Sanherib tevreden te stellen. Wat een vernedering! En daar dacht hij de verlossing mee te kunnen kopen. In plaats van zich aan zijn woord te houden, trok Sanherib verder Juda binnen en kwam zelfs naar Jeruzalem om dat te belegeren. De Assyrische troepen houden halt op het veld van de wasplaats, die buiten de muur van Jeruzalem lag, vers 2. Deze wordt ook genoemd in Jesaja 7, vers 3. Lezen Jesaja 36, vers 3 tot en met 6. De Rabsakee in gesprek met Eljakim 1. Toen ging Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit, naar hem toe, met Sebna, de schrijver, en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier. Daarop zei de commandant tegen hen, zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? Ik zeg, maar het is lippentaal, er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? Zie, u vertrouwt op die geknakte rietstaf op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort die. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. Het was gebruikelijk dat een aanvaller vooraf zijn eisen overbracht aan de stad die aangevallen werd. Hiskia stuurt 3 hoge regeringsambtenaren om die eisen aan te horen. Uit de toespraak van Rabsakee blijkt al gauw dat hij een doorgewinterde politicus is en geen legerleider. Waarschijnlijk iemand met een hoge functie aan het hof. Vandaar dat Sanherib hem met een deel van zijn leger naar Jeruzalem stuurt. De Rabsakee opent zijn toespraak met een boodschap aan Hiskia. Hij noemt zijn titel koning niet, wat een bewuste belediging is. Op sluwe wijze en met bloemrijke taal schetst de Rabsakee de hopeloze positie waarin koning Hiskia en Jeruzalem verzeild is geraakt. Zijn vestingsteden zijn ingenomen en zijn enige bondgenoot, de farao, komt niet opdagen. Hij kan geen kant op. Lezen Jesaja 36, vers 7 tot en met 10. De Rabsakee in gesprek met Eljakim 2. En als u tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogte en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet en tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar moet u zich neerbuigen? Nu dan, ga toch een weddenschap aan met mijn Heer, de koning van Assyrië. Ik geef aan u 2000 paarden als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd, van de geringste dienaren van mijn Heer? U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte, vanwege zijn strijdwagens en ruiters. Nu dan, ben ik buiten de wil van de Heere tegen dit land opgetrokken, om het te gronden te richten? De Heere heeft tegen mij gezegd, trek tegen dit land op en richt het te gronden. Op de muur luisterden Hiskia's afgezanten naar wat de Rabsakee zeggen zou. Vertel aan uw koning, zei de trotse heiden, dat mijn koning, de grote koning van Assyrië, zegt, waarom geeft u zich niet over? Op wie vertrouwt u eigenlijk? Op Egypte?
dat is dwaasheid, want Egypte heeft nog nooit iemand gered. De rapsakee begrijpt niets van de dienst van God. Hij denkt dat de altaren die Hiskia had laten afbreken, Jahwe toebehoorden en dat Hiskia die van hem had afgenomen. 2 Koningen 18 vers 4. Maar Hiskia droeg het volk op om alleen te offeren op het altaar te Jeruzalem. Voor de rapsakee is dat aanleiding te veronderstellen dat Jahwe gefaald heeft, Juda in de steek heeft gelaten en zich buigt voor de god van Assyrië. Vervolgens bluft hij dat Jahwe de kant van Assyrië heeft gekozen. Vers 10a. De toespraak van de rapsakee is een schoolvoorbeeld van psychologische oorlogsvoering. Zijn boodschap is niet alleen bestemd voor koning Hiskia, maar is ook bedoeld om de verdedigers op de muur te ontmoedigen. Hij biedt Hiskia 2000 paarden aan, mits de koning de ruiters kan leveren. Een aanbod dat loos is, want een zo groot aantal ruiters heeft Hiskia niet. De rapsakee snoeft dat koning Hiskia zelfs één van de mindere bevelhebbers, bedoeld wordt slechts een deel van het Assyrische leger, niet kan weerstaan en dat geen hulp van Egypte is te verwachten. Hij sluit zijn eerste toespraak af met de mededeling dat Jahwe tot hem gesproken heeft en hem opgedragen heeft het koninkrijk Juda en Jeruzalem te verwoesten, vers 10b. Hij liegt dat, maar hij gaat ervan uit dat zijn toehoorders dat niet doorhebben. Lezen Jesaja 36 vers 11 tot en met 14. Brutaliteit van de rapsakee neemt toe. 1. Toen zeiden Eliakim, Sebna en Joa tegen de commandant: spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek tegen ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei: heeft mijn heer mij alleen naar uw heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken? En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees en zei: luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning: laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Ach, smeekten Eliakim, Sebna en Joa de rapsakee, spreek toch niet tegen ons in het Hebreeuws. Spreek maar Syrisch, we verstaan het wel. Zij beseffen dat deze woorden van de rapsakee hun effect op de verdedigers van Juda niet zullen missen. 2 Kronieken 32 vers 18. En vragen hem dringend om niet meer in de landstaal van Juda te spreken, maar in het Aramees, zodat het volk op de muur niet kan meeluisteren. De rapsakee antwoordt op zeer brute wijze en schreeuwt nog harder, zodat de soldaten op de muur ieder woord verstaan. De rapsakee laat nu zijn masker vallen. Zijn toespraak is helemaal niet bestemd voor koning Hiskia, maar is bedoeld om de verdedigers op de muur te ontmoedigen, dat ze zich over zullen geven. 2 Kronieken 32 vers 18. Hij gaat op een hoge plaats staan, waar iedereen hem goed kan zien, vers 13a. En de commandant stelde zich op. Lezen Jesaja 36 vers 15 tot en met 18. Brutaliteit van de rapsakee neemt toe. 2. Laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heere door te zeggen: de Heere zal ons zeker redden. Deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië: geef u aan mij over. Kom uit de stad naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken uit zijn eigen put, totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land, een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden. Laat Hiskia u niet misleiden door te zeggen: de Heere zal ons redden.
hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land gered uit de hand van de koning van Assyrië. De Rabsaké probeert nu de verdedigers op te zetten tegen koning Hiskia. Wees verstandig, stem de koning van Assyrië gunstig en geef je over. Hoor het woord van de grote koning van Assyrië. Laat Hiskia u niet bedriegen, want hij kan u niet uit mijn hand redden. Hij wil dat u op de Heere vertrouwen zult, maar luister niet naar hem. Geef u over aan de koning van Assyrië, dan zult u het goed bij hem hebben. Hij zal u in een land brengen waar eten in overvloed is. Dat is toch beter dan hier van honger en dorst te sterven? Wees toch niet zo dwaas. Is er één volk door zijn God gered? Noem ze maar op, ze zijn alle ondergegaan, zelfs Samaria. En zou de Heere nu Jeruzalem wel redden? Geloof het toch niet, de Heere helpt u ook niet. Het volk luisterde zwijgend toe, want Hiskia had hen verboden antwoord te geven. Maar o, wat waren ze benauwd. De ondergang van het tienstammenrijk door de Assyriërs laat zien dat de woorden van de Rabsaké niet te vertrouwen zijn. Om over na te denken 2. Een seculiere, linkse, liberale elite richt de gronden wat er over is aan waarden uit de tijd dat we een christelijke natie waren, zo denken veel orthodoxe christenen in Nederland. Ze voelen zich slachtoffer van een ongelovige samenleving. Baudet en Forum voor Democratie steunen de christelijke partijen in deze wijze van denken. Samen hebben ze het idee, een elite wil het volk kapot maken. Wie is die elite in Nederland? En zijn ze werkelijk net zo gevaarlijk als de Rabsaké? Lezen Jesaja 36 vers 19 tot en met 22. Brutaliteit van de Rabsaké neemt toe. 3. Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim? Hebben zij Samaria dan soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van deze landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere Jeruzalem dan wel uit mijn hand redden? Maar zij zwegen en antwoordden hem met geen woord. Want het gebod van de koning was, dit, u mag hem niet antwoorden. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna, de schrijver, en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hiskia toe. Zij vertelden hem de woorden van de commandant. De Rabsaké beschimpt in vers 18 tot en met 20 niet alleen koning Hiskia, maar ook Yahweh. Hamat en Arpad waren hoofdsteden van landen die door de Assyriërs waren veroverd. Sefarvaim is mogelijk Noord-Syrië. Hun goden hadden hen niet kunnen helpen. Ook Yahweh wordt in diezelfde lijn als een machteloos god neergezet, vers 18b. Daarin is de Rabsaké een type van de antichrist in de eindtijd, die de hoogheilige publiekelijk zal lasteren. Daniel 7, vers 7b. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 en 10. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. Om over na te denken 3. Heel overtuigd zegt de Rabsaké dat de Heere hem heeft gezonden, met de opdracht het land te verwoesten, vers 10. Hij heeft een mond vol grootspraak, vers 20. Zijn komst komt overeen met de werking van Satan, 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. Het is treffend dat er veel overeenkomsten zijn met de inval van Poetin door Rusland in Oekraïne. Welke overeenkomsten zijn er en welke verschillen? Maar wat was Hiskia benauwd toen hij hoorde wat de Rabsaké gezegd had? O, als die man gelijk had, als de Heere niet meer aan hun kant stond, dan waren ze verloren. Zou de Heere het gebed van zijn volk niet meer horen? Het loopt anders dan de Rabsaké verwacht. De verdedigers op de muur reageren niet.
Dat betekent dat zij trouw zijn aan koning Hiskia en dat zegt tevens dat deze koning geliefd was onder het volk. De drie hoge gezanten van koning Hiskia zijn echter ontzet over de woorden van de Rabsakee. Ze scheuren hun kleren als in diepe rouw en gaan terug naar koning Hiskia, alwaar zij hem al de woorden van de Rabsakee meedelen. Om over na te denken 4 van de Heer Jezus lezen we in Markus 14 vers 61 en Markus 15 vers 3. Maar hij zweeg en antwoordde niets op de beschuldigingen. Het volk op de muur van Jeruzalem zwijgt ook naar de woorden van de Rabsakee, vers 21. Is er verschil in het zwijgen van de ene en het zwijgen van de anderen? Om over na te denken 5. Voor orthodoxe gelovigen die toch heel lang het idee hadden dat ze een minderheid waren, die niet meer zo ter zake deed, is het toch heel fijn om te horen dat ze van waarde worden geacht. Nu was er met Forum plotseling een partij die op bijna 20 zetels stond bij de verkiezingen van de Provinciale Staten, 20 maart 2019. En die de SGP binnenhaalde als strijdmakkers. Ze kregen een zetel cadeau van Forum in de Eerste Kamer. Zo konden ze plotseling toch nog invloed verwerven en behouden. Kun je daar echt blij mee zijn als christen in Nederland? Waarom wel of waarom niet?